Oh, sorry, ik ben aan het oefenen. Mijn fout, hè? Hoi! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben weer jullie enige echte zeep. In de vorige aflevering zijn we erachter gekomen dat er hier in Dali een fabriek is die heel erg veel poppen maakt die op touwen lijken op een of andere vage manier. En gaan we dus zeg maar naar een schip, naar een cargo ship die volgens Leroy naar Limblum toe gaat, waar we naartoe willen gaan, maar tot hij eigenlijk dus zeg maar richting Alexandria toe gaat. Dus wat is onze stoute Leroy van plan? We zullen het zien, we zullen het zien. Nou, ten eerste wil ik eerst heel eventjes gaan kijken of onze equipment helemaal goed is. Mage Masher, Vezeret, dat ziet er allemaal goed uit. Jij bent ook volgens mij helemaal klaar voor alles. Ja. Ja, oké. En kunnen we jou nog iets nieuws geven? Deze geeft wel een status effect. Spirit gaat iets lager, maar... Ja, die is eigenlijk meer voor jou, dus... Oké, dat is goed, dat is goed, dat is goed. Oké, we zijn er helemaal klaar voor, dus laten we maar richting het cargo ship gaan en hopen dat alles goed gaat. Want, ja, Leroy die heeft een gemeen plan. En wij moeten dus zien eruit te gaan kijken of wij wel richting Limblum kunnen gaan. Want als we nou naar Alexandria toe gaan, dan hebben wij een heel erg groot probleem. Dus sowieso, heel erg dank jullie wel dat jullie weer hebben geklikt op deze video. Echt, betekent heel erg veel voor mij. En, ik vind het leuk dat jullie deze zo leuk vinden. Dat Let's Play goed ontvangen is. Dus, maar goed. Wacht hier, terwijl dat ik eventjes mensen vraag of we een ritje mee kunnen nemen. Ik vraag het ze wel. Oh, serieus? Waarom? Het is niet voor... ik doe het alleen maar voor de prinses. Leroy G. Oh, sorry, zelfde stem. Nieuwe opnamesessie. Leroy G. Hij was zo enorm tegen om naar... hij was zo... hij wou zo graag terug naar Alexandria. Een airship vol met barrels die eruit zien als het kasteel. Leroy G was tegen het gaan naar Limblum. Zeepie, is dit schip echt naar Limblum? Nee, het gaat waarschijnlijk naar Alexandria Castle. Maar waarom? Zei jij niet dat we gewoon op het schip moesten komen? Ja, ik weet het. Maar vertrouw me. Zeepie? Wat is het, ouder? Deze poppen die ze waren aan het maken ondergronds. Vond je ze een beetje op mij lijken? Nou, nah, niet echt. Jij bent cooler. Ik bedoel, het zijn maar poppen. Kom op. Oh, het beweegt. Wat is Leroy nou weer aan het doen? Oké, Zelda, we moeten er nu op. Naar een schip dat niet naar Limblum gaat? Ik heb geen tijd om het uit te leggen. Ik heb een plan. Volg me. Kom op, kom op, kom op. We hebben maar korte tijd. Deze kant op. Hij hangt ouder. Nou, schiet op, schiet op. Zelda, kom op. We hebben niet alle tijd. Luister, je hebt niks om je zorgen te maken. Schiet op, want ze gaat zo opstijgen. Maar ik breng je naar Limblum. Geloof me nou maar. Hup, 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 hup. Omhoog. Oké, ik ga al. Oh, het gaat opstijgen. Oeh, zacht. Ah! Sorry, dat ging per ongeluk, denk ik. Oelala. Nou, we zitten er net op tijd op. Kom op, ik deed het niet expres. Alsjeblieft, genoeg. Oh, daar is die Royal Stem weer. Oh, volgens mij heb ik er een beetje boos gemaakt. Ben je nooit een touwler? Het lijkt wel alsof ik opgezogen word in de lucht. Laten we naar binnen gaan, touwler. Ik sta daar eigenlijk best wel gevaarlijk. Eén duwtje en ik val naar beneden toe. Ik vertrouw je, Zeepie. Oh, en dan smijt je de deur. Ik heb niet echt het gevoel dat ze me helemaal vertrouwt. Misschien geeft ze me wel als beloning een kusje of twee als ik het goed genoeg probeer. Wow, nu al? Zeepie! Wat is er? Is er iets mis? Het is de touwler. Touwler? Wat is er mee? Hallo? Wow. Ze leven en ze lopen. De mages die ze in de village aan het maken waren... maken dan nieuwe
Oh, Towler. Towler. Towler? Hallo. Towler? Kon je met een van hun praten? Nee. Het is alsof... dat ze nog niet eens... me zien staan. Ik probeerde het. Over en over again. Maar... ze willen nog niet eens omdraaien en kijken naar mij. Towler, maak je geen zorgen, kerel. Jouw video's zijn geweldig. Ik bedoel, jij bent de beste. Ik bedoel, hun zijn mijn lookalikes. Ik moet heel eventjes naar boven toe om eventjes iets te regelen. Ik ga het schip omdraaien voordat we bij het kasteel aankomen. Houd de touw er even in de gaten, oké? Oké. Goed. Wacht eens eventjes. Dit lijkt op een kist. Oké, het is eigenlijk een onderdeel van het schip. Mijn fout, sorry. Oké, we hebben hier... wat een oude motor. Limblum is de enigste plek waar ze dan die mist engines verkopen. Dus, ach ja, het zal allemaal wel. Wij hebben een taak te doen. Dus laten we maar snel naar boven toe gaan en het schip omdraaien richting Limblum. Oh, daar hebben we de leugenaar, hoor. Hoe kon dit gebeuren? Wat moet ik doen? Ik had nooit gedacht dat het zo slecht zou gaan. Ik kon nog niet eens het geloven dat het schip op is gestegen zonder de prinses. Wat moet ik zeggen tegen Green Brain? Serieus, wat was je aan het doen, Leroy? Je bent bijna opgestegen zonder ons. Dat komt omdat de ship's crew... Wat? Jij? Waar is de prinses? Die is beneden in de motorkamer. Ze is op het schip. Oké, alles is in orde. Oeh, dit schip gaat mooi terug naar het kasteel. En jij zal opgehangen worden voor ontvoering en van de prinses. Dus geniet van je vrijheid zolang dat je nog kan. Oh, hij is nou zo blij hoor. Hij voelt zich macho. Jongen. Nou ja. Alsof dat ik zo makkelijk op kan geven. Nog niet misschien. Ha, eindelijk. Green Brain zal zeker heel erg blij zijn. Het is alleen wel... de prinses zal... De prinses zal achter worden gelaten en... Zonder de dief. Nou ja, Ik zal misschien wel iets kunnen regelen. Ik bedoel, ja, dat zal wel... ja, ik kan wel iets regelen. Maar waarom wou die crew niet luisteren? Ik bedoel, ik moet eventjes een achtergrondcheck op hen doen. Dat is nogal raar. Ach ja, het is mijn duty als een ridder. Wat? Sorry Leroy, je plannetje gaat niet door. Wij draaien om. Stomme roesbak. Uh-oh. Creepy. Wat is er mis, Leroy? Zit er iets vast in je keel? Jij sukkel, je irritante drommels! Draai dit schip om! Ik zal je hoofd daarvoor krijgen! Oh, ik denk dat ik hem een beetje boos gemaakt heb. Maar ze hebben nergens op gereageerd. Tot nu. Jij bent degene die deze rotzooi heeft veroorzaakt. Het spijt me. Alsjeblieft, wacht heel eventjes zodat ik deze sukkel ga arresteren. En dan draaien we het schip erom. Wat is er mis? Ze luisteren niet naar roesbakken. Wow. Nee. Towler. Ik bedoel Towler. Are you okay? Zo, nummer 2 was defeated by a small child. Maar ik moet het in het Nederlands doen. Dus nummer 2 was verslagen door een klein kind. Jij bent geen partij voor mijn kracht. Prinses, blijf hier. Ondertussen ga ik dit kind
vernietigen. Wat? Beschermen jullie hem? Wat een onzin. Jullie zijn niks anders dan gewoon levenloze poppen. Wat kunnen jullie doen? Ga uit mijn weg. Durven jullie te vechten tegen een Black Waltz? Ik zei, ga uit mijn weg. Uh-oh. Ik bedoel, die touwelige lookalikes die wouden ons beschermen. Nou ben ik boos. Wat een brutaliteit! Master Towler, ik kom je helpen. Jongens, Zelda? Ja? Luister, wij gaan zorgen voor die Black Walls. Jij zorgt ervoor dat wij richting de poort komen. Het wordt een beetje gevaarlijker, dus het is niet te laat om te draaien. Dus je kunt het kasteel bereiken door de South Gate heen te gaan. Het is jouw keuze. Als je omdraait, is ook goed. Ik ga zorgen voor de Black Walls. Ik sta aan je kant bij elke kant, maar alsjeblieft laat het schip niet neerstorten. Oké, here we go. Wees voorzichtig, Zepi. Ja, komt wel in orde. Ik bedoel serieus. Ik heb wel voor zwaardere taken gestaan. Waarom? Waarom zou je zoiets doen? Zijn ze niet jouw vrienden? Jij sukkel. Zie ik eruit als een sommige, als een kleine, lage, zwarte magie-soldier. Ik ben gewoon een enorme Black Mage. Niet zo'n kleine sukkel. Oké, okay, zelfs als het niet je vrienden waren, wat jij deed was gewoon, dat kan niet. Serieus, waarom zou je zorgen maken over hun? Ik bedoel, meer worden er nu op dit moment gemaakt. Wie ben jij? Ah, de prinses bodyguards zijn hier eindelijk. Wat gezellig. Geef antwoord. Ah, het maakt jou toch geen ene flikker uit of ik het antwoord of niet. Jullie gaan toch allemaal dood. Ik maak jullie nu dood. Echt, ik maak iedereen dood die in mijn weg staat. Deze is behoorlijk evil. Wow. Ik bedoel, hij heeft net ik weet niet hoeveel Black Mages uitgemoord. Touwelig, wraakactie. Oké, Leroy, jij doet je zwaar dingie. Ik ga stelen als een gek. Als een equipment moeten we zoveel mogelijk kunnen jatten. Enigste nadeel is dat we dus geen healer bij ons hebben. Dus we moeten gebruiken aan potions. Touwelig, is alles goed? Nee, ik ben nu behoorlijk pissig. Al die Black Mages killen, nu ben ik boos. Oké, nou deze die is dus zeg maar heel erg zwak tegen Thunder. Aangezien dat het een Thunder beest is. Dus je wil zoveel mogelijk Thunder tegen hem gebruiken. En dat doet eigenlijk hem ook het meeste schade. Oké, nou ik blijf gewoon stelen. Leroy, jij gaat nu verder even met healen. Nou, het voordeel is, als Towler dus in trance raakt, dan kan hij twee keer, zeg maar, een stroomaanval doen. Of twee keer een Black Mage aanval. Dus dat is zeker alleen heel erg handig. Nou weet ik dat hij aan de beurt is met aanvallen. Dus... Oké, hij gebruikt Blizzard op wie? Op mij, fijn. Hoeveel schade doet dat? Oh, maar 199. Oké, dan kunnen we nog wel een zwarte aanval doen. Doe jij eens eventjes een vuurzwaard. Jij doet één keer Fire, één keer Thunder, want ik weet niet zeker of het echt een zwakte is. Mooie schade, nice, nice. Oké, ik doe nog een keer Steel en nou moeten we heel eventjes wachten. Want anders ben ik bang dat we hem al verslagen hebben. Aangezien dat we zoveel goede combinatie aanvallen doen. Oké, Leroy, jij wacht wel eventjes in het geval tot we moeten healen. Ja, ik denk dat het niet echt veel uitmaakt. Oké. De trance is over. Hey, wil jij de touwen niet aanraken? Oh, ik kom weer niet stelen. Doe maar een gewone zwaardaanval. Jij focust een keertje. We hebben al gewonnen. Oeps. Nou ja, dat maakt niet uit. Ik denk dat zo'n item op dit moment nog niet zo boeiend was. Maar we hebben al gewonnen, blijkbaar. Oké. Hij is zwakker dan ik dacht.
Jullie irritante klootzakken. Ik besta alleen maar om te vermoorden. Echt serieus, hoeveel van die Black Waltzers zijn er wel niet die we moeten bevechten? Dit wordt behoorlijk irritant. Ik denk dat dat de laatste was. Hoe weet jij dat nou zeker? Ben jij... Hij zei Waltzer, of niet dan? Ik bedoel, denk je niet dat nummer 3 de laatste zal zijn? Tenminste, dat heb ik gehoord in de Ice Caveren. Hé, hey, ik kan de South Gate zien. Oh, nice. Ze gaat ervoor. Tauler, ben je in orde? Ja, het gaat wel. Tauler echt die kicked ass op dit moment. Dus. Heb je dat gezien? Zag jij dat? Onze Black Mage! Ze zijn allemaal verslagen! Verraden! Leroy G heeft het gedaan. Het is allemaal zijn schuld. De schip is een beetje onstabiel. Laat het stuurwiel niet los. Nummer 3 komt terug. Echt waar is het? Hoera! Maar er is iets mis. Hij is kapot! We maken de magie te krachtig. Oh. Er is niks wat we kunnen doen. We moeten wegwezen. Doei! Ja, dat is natuurlijk ook een optie. Ik besta alleen maar op te vermoorden. Hey, heb je de South Gate gezien? Ja. South Gate is een geweldige grote gate. Zeker, het is alleen maar voor airships, dus... Maar ik ben bang, aangezien dat ze niet weten tot we zeg maar eraan komen, tot ze de poort gaan sluiten. Dus er doorheen gaan wordt moeilijk. Moet ik het doen? Ik wil het alleen doen. Oké, dan. We hebben geen toegang, dus ze zullen misschien proberen te sluiten. Het is oké. De security was behoorlijk... Sorry, dit is mijn stem. Het moet oké zijn. Ik bedoel, de beveiliging was totaal lui op het moment dat ik er kwam met het theatership. Dus maakt niet uit. Het zal wel goed komen, kapitein Zelda. Roger. Het is een oude motor, maar hij heeft kracht. We moeten terugkeren. Prinses, alsjeblieft, draai om. De Black Wall komt recht op ons schip af. Misschien botst hij wel tegen ons aan. Zelda, Roesbak heeft wel gelijk. Die mage komt recht voor ons aan. Vooruit, ga door. Recht naar de South Gate. Wees niet zo raar, man. Wat als de poort dicht gaat op ons? Oh, serieus. Er is geen enige manier hoe dat we hem uit kunnen vluchten in deze cargo ship. We proberen erin te komen voordat de gate sluit. En dat is onze enigste kans. Oké, Roesbak. Daar, die liever. Power op zijn max. En wij gaan er overheen. Zelda, blijf op route, no matter what. Oké. We kunnen het maken, dat weet ik zeker. Oké, manoeuvreren tussen de heuvels. Hou hem recht, Zelda, je kunt het. Tauler, hou je vast aan iets. Oh boy, daar komt hij aan. Maak je geen zorgen, jongens. Ik bescherm jullie wel. Met mijn zwarte magie. Oeh, nice. Oh boy. Tauler. Oké, geen zorgen, ik heb je. Voorzichtig. Oeh, we zijn er net door. Oh boy, Black Wall zie je er ook doorheen. Hij heeft zijn eigen motor opgepakt. Ah, verdorie. Phew. We hebben het gehaald, jongens. Wauw. Nou ja, in ieder geval zijn we er veilig doorheen gegaan. Dus, we zitten nu in het gebied van Limblum. Trouwens, dit is volledig automatisch. Ik hoef nou op geen knopjes te drukken of zo. Oh.
Sorry, dat was mijn ocarina. Klapte met mijn controle tegen de ocarina. Nou had ik ook de vraag gekregen hoeveel dorpjes en steden dat er eigenlijk wel niet in het spel zijn. Er zijn best wel wat dorpjes, omdat er natuurlijk equipment al wordt steeds beter. Maar daar ga ik niet over vertellen hoeveel dat er zijn, want dat zou eigenlijk een grote spoiler zijn. En ik denk dat we de motor iets te hoog hebben opengedraaid. Waarom zo stil iedereen? Ik bedoel, kom op, we hebben het gehaald. Wees vrolijk. Partij. Ja, maar de South Gate is behoorlijk beschadigd. Ja, dat komt door die Black Walls, niet door ons. Het was mijn schuld, niet waar? Nee. Maak je daar nou geen zorgen over? Ze maken het in no time. Jij idioot! De cargo ship is bijna kapot. We zijn alle cargo kwijt en de South Gate is kapot. Ik kan niet geloven dat ik er mee heb gedaan. Hiroji? Ja, prinses. Ik wou jou er ook niet bij in hebben, maar jij hebt ons gered. Ik bedank je. Oh, zulke lieve woorden. Ik ben het niet waard. Oh, slijmbal. Ah, ik heb mijn keuze gemaakt. Ik heb gezworen om jou te beschermen, prinses. Totdat we terugkomen bij het kasteel. Nou, hoe voel je je daarbij, Zelda? Hij zal je volgen tot het einde der wereld. Het is oké, Zeepie. Hé, ik kan het grote de grote poort van Limblum zien. Wat? Dat is Limblum Castle? Die is groot. De City of Limblum zit binnen in het kasteel. Ik denk dat Zelda en ik onze wegen dat ze gaat scheiden als we in Limblum in zijn. Ah, ik zie het. Oh, net wanneer dat we eigenlijk best wel close kwamen. Zeepie. Deze, die Black Mages en ik. Zijn we hetzelfde? Hoe moet ik daar nou op antwoorden? Ik weet het eigenlijk ook niet. Ik snap het niet, Master Towler. Wat is nou het probleem? Ik weet het niet. Master Towler, waarom zouden deze mages hetzelfde zijn als jij? En wat maakt het uit als ze het zijn? Ja, Roesbak heeft eigenlijk wel een punt. Ik bedoel, je bent dezelfde. Jij bent apart. Ik bedoel, serieus. Jij bent de Towler. Maakt niet uit wat er gebeurt, Towler. Jij bent de Towler en jij bent de enige Towler die de Towler kan zijn. Zoveel Towler dat Towler kan zijn. Juist. Ik denk dat ik het snap. Laten we eventjes naar buiten gaan en op het dek gaan staan, Towler. Ik wil niet meer bij de Roesbak inzien. Ik serieus, je moet Limblum van boven zien. Dat ziet er het mooiste uit. Kijk, daar heb je Falcon's Gate. Die zit recht voor ons. En daar wordt men... Yay, we hebben onze bestemming bereikt. Limblum, het grote kasteel. Grand Castle. Geweldig. Wow, dit kasteel is groot. Het is zelfs groter dan Alexandria Castle. Ja, ze noemen het niet voor niks Limblum's grote kasteel, maar eigenlijk Limblum Grand Castle. Een binnenhuis airship plekje. Dit is echt geweldig. Zelfs haar, de koninklijke Red Rose zou hier makkelijk inpassen. Zelda, je kijkt niet te onder de indruk. Ben je hier al eerder geweest? Ja, ik ben hier al een paar keer geweest toen ik klein was. Dus, ik ben hier niet weer geweest eigenlijk sinds dat mijn vader overleden is. Oh, hier komt een welkomstcomité. Behoorlijk oud airship die je daar hebt. Gegroet. Ik ben Prinses Garnet van Alexandrios. Ik wil hier dolgraag mijn oom zien. Of, sorry, ik heb... Spoilers.
Ik wil hier toch graag de Regentsit spreken. Je zult... je moet een grapje maken. Serieus. Er is hier nooit nog iemand geweest van de Royal Family. Laat staan een prinses. Zal ooit met zo'n raar airship rondrijden. Ik bedoel, kijk naar de mensen die je meeneemt. Hoe durf je de prinses te beschuldigen van liegen? Ik bedoel, de prinses was... Ja, ze moest wel. Onder extreme circumstances. Blablabla. Oké, dan laat maar even zien of je inderdaad van koninklijke afstand bent. Natuurlijk. Deze pendant. Is dat een Falcon Claw? Nee, de vorm is een klein beetje anders. Roep de minister! Als jij niet zo vervelend bent en vies... Het is allemaal jouw schuld, Zepi! Hé, ik ben niet de idioot met de luide stem en met het vieze, roestige armor. Wat? Dan gaan we weer, hoor. Wat is er hier aan de hand? Meneer, we hebben rare gasten die denken... Ja, die willen eigenlijk de regent eigenlijk zien. En één van hun is eigenlijk een pendant aan het dragen en die lijkt op de Falcon Claw, maar... Je kunt gaan, ik zorg hier wel voor. Oké, meneer. Oom Artinia! Oom Artinia! Het is goed om jou weer te zien, prinses. Alsjeblieft, volg mij. The regent is waiting. Huh? Ik bedoel, hij is aan het wachten. Sorry, ik ben niet gewend dat ik in Nederlands moet praten. Eerste aflevering weer bij een opnamesessie, kunnen we weer merken, hè? Ik moet er echt inrollen. Sorry, jongens, het is nieuw voor mij. Sorry als ik af en toe een beetje stotter of een foutje maak. Dus... Het is iets nieuws. Maar goed, ik wil dat natuurlijk bewaren voor de volgende aflevering, aangezien dat we een spectaculair stukje vliegkunst hebben gezien van Zelda en een heel mooi vechtwerk van de Towler en heel veel geschreeuw van Leroy en natuurlijk weer het zelfverzekeren van de zeep. Dus ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Final Fantasy. En ja, heb je vragen of nog een leukste momentje? Laat het weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. En laat een like achter voor de moeite als je daar tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken, hoop jullie morgen allemaal te zien. Let wel, morgen wordt het een enorme warme dag. Dus, ja, met dat gezegd te hebben, tot morgen. Doei!